Een wedstrijd tussen twee gewonde dieren. Twee teams pakten de afgelopen weken 0-6 en zijn dus allebei op zoek naar punten. Goed gedaan van Fort voor Lutula en voor Matoumona. Daar zit wat in. Lutula die moet scoren, maar in de handen van Bertrand Laquet. Akpala en Orlando tegen het duo Kakbo-Bruno. Smolders die kan verlengen. Camus, dat is goed gezien voor Christ. Christ met zijn linker, goede bal. En Patrick Nijs. Wat een kans. Twee bijzonder goede mogelijkheden. Goed doorgekoopt voor Akpala. Die moet scoren. Over het doel van Patrick Nijs. Joseph Akpala, alweer net niet. Christ achter de bal. Gregory Christ. Christ richting tweede paal. Bijzonder gevaarlijk. Laurent Simon was er dichtbij. Akpala, Orlando. Simon ook mee. Daar gaat de bal naartoe en hij scoort. 0-1. Laurent Simon. Hij maakt de verdiende 0-1 voor Charleroi. Camus naar die tweede paal en dan raakt hij hem nog, Simon. Dat is niet erg duidelijk. Ja, doet de bal nog licht van richting veranderen. Dieudonné Owona met de inworp, snel genomen. Matoumona, Lutula met de gelijkmaker. Pavel Fort en Lutula. Goed gedraaid. En Fort raakt hem als laatste. Knap gedaan van Lutula. Heel mooi. Dat is een goeie. Geen offside. Akpala. Akpala wacht te lang. Akpala schiet en van de lijn gehaald. Joseph Akpala. Het lukt hem niet vanavond om topscorer te worden in deze competitie. Akpala. En dan Kakbo die de bal van de lijn moet halen. Akpala. Akpala, dan toch die nummer 7. Joseph Akpala, topscorer in de eerste klasse samen met Milan Jovanovic. Hier nog eens kijken. Goed meegenomen. Voorbij Kakbo en voorbij Patrick Nijs. Knap gedaan hoor van Akpala. Met de rechter. En ook op het scoren met buitenkans rechts. Heel mooi gedaan. Camus. Camus gaat hij schieten. Orlando. Christ. Met het schot van Gregory Christ. Fort. Fort gaat hij het zelf doen. Waarom niet? En krijgt hij de penalty? Jawel. Penalty voor FC Brussels. Hier zien we het nog eens. Fort geeft niet af. Blijft in balbezit. En dan gaat Christ in de fout. Wordt dit de gelijkmaker voor Brussels. Matoumona en Blakke pakt hem. De rebound nog met Gorius. Maar knappe redding van Bertrand Laquet. Hier nog eens. Ja. En dan komt Verdonk. Nu toch in de ploeg bij Brussels. Jovial. Smolders is door. Die moet scoren. Smolders kon niet kalm genoeg blijven. Tim Smolders, wat een misser. En dan zit hier nog wel wat in voor Charleroi. Met z'n drieën zijn ze. Camus. Camus doet het zelf. Ziet dat Nijs aan zijn doel staat. Mooi gedaan van Camus. En dan nu het eindsignaal. Johan Vermeers.
haalt de wenkbrauwen op. Dat was veelbetekenend. Wat gaat hij doen voor de wedstrijd tegen KV Mechelen volgende week?